Goeiedag iedereen. Vandaag zijn wij in Lanaken. En zoals u hier aan deze vele borden kan zien, gaan wij vandaag het Pietersheim bezoeken. Een prachtige waterburg met alles erop en eraan. Het domein Pietersheim in Lanaken bevat eigenlijk twee kastelen. De oude waterburcht en het moderne neoclassicistische kasteel Pietersheim. De middeleeuwse waterburcht Pietersheim dateert minstens tot de 12e eeuw. De heren van Pietersheim behoorden tot de voornaamste leenmannen van de graaf van Loon. In volle glorie moet het er ongeveer zo uit hebben gezien. Een prachtige waterburcht met een slotgracht en een middeleeuwse donjon in het midden. Aan de bloei van de burcht kwam een einde in 1378, toen deze gedeeltelijk werd afgebroken door troepen van het prinsbisdom Luik en een Tongerse militie. De familie de Merode kreeg het ook in het bezit en in 1410 werd de vervallen burcht opgebouwd tot kasteel in hooggotische stijl. Tijdens de 80-jarige oorlog werd het kasteel geplunderd en zwaar beschadigd. Het werd nooit meer volledig heropgebouwd. In 1792 werd er besloten een nieuw kasteel op te richten, niet ver van de waterburg. Dit kasteel werd echter in 1909 door brand verwoest, maar een jaar later al heropgebouwd. En in 1971 wordt het kasteel dan verkocht aan de gemeente Lanaken. En die richt het in als een restaurant.
voilà, dat was het dan voor vandaag. Ik dank jullie voor jullie aandacht en tot ziens.